jij als steer derde op een NK allround. Ja, dat moet toch wel een kleine verrassing zijn, ook voor jezelf? Ja, dat is zeker een verrassing, ook voor mezelf. En ik denk voor bijna iedereen, denk ik. Het is gewoon, je denkt er eerst bij het begin niet bij na, zeg maar, dat het nu op dit moment zal gebeuren. Sowieso zit je volgens mij wel lekker in het seizoen. Ja, ik ben goed begonnen en nu moeten we hem ook goed eindigen. Ja, want hoe gaat het voor jou nu verder de komende weken? De eerstvolgende wedstrijd, dat is het World Cup kwalificatietoernooi. Waar we gewoon wel weer naartoe werken om daar gewoon weer gewoon goed te presteren. En we moeten natuurlijk wel weer de dispensatie aanvragen bij de minister. Maar ja, dat moet denk ik wel goed komen. En anders dan hebben we een heel groot probleem. Het is al twee keer gelukt. Het is twee keer gelukt en het is twee keer goed gegaan. En we hadden nu ook met alle schaatsers ook een negatieve coronatest. Dus we hebben ook laten zien dat het gewoon goed kan. En dat we er gewoon met z'n allen goed om kunnen denken. Ja. Met welk idee ging jij dit toernooi in? Gewoon vier goede afstanden te rijden. Ik was natuurlijk goed op weg met mijn eerste dag met 2 PR's. En de tweede dag, die was ook gewoon niet minder. Gewoon een goede race neergezet. En gewoon wat nu op dit moment mogelijk was, heb ik gewoon kunnen doen. Was je erop gebrand om die 10 kilometer te winnen van Patrick? Om überhaupt op de eerste plaats te eindigen, dat was wel stiekem in mijn hoofd wel een... dat wou ik wel heel graag, ja. Om toch te bewijzen dat ik toch wel Nederlands kampioen ben, zeg maar. Ja, want dat NK was toch wel een beetje een apart geval, zeg maar, om het zo maar te zeggen, hoe dat gelopen is. Ja, zeker. Met de wissel van Jorrit was dat natuurlijk zeker zo. En ik wou gewoon voor mezelf ook weer bewijzen dat ik wel gewoon op het hoogste treetje dan kan staan, zeg maar. En dat heb je hiermee voor jezelf zeker bewezen? Ja, zeker. Absoluut. En die laatste rondjes, jullie maakten er nog een ware eindspurt van. Ja, we hebben wel even laten zien dat een 10 kilometer zeker niet saai is. En ik hoor hem bij de ene laatste ronde hoor ik hem zeker aankomen. Dus toen dacht ik van oké, nu moet ik hem een beetje opvangen. Toen op de kruising kon ik er achteraan. Ja, in de laatste binnenbocht kon ik hem gelukkig afmaken. En toen hadden we een mooi eindslot ervan gemaakt en een mooie race van kunnen maken. En dan hoor je meestal, als je Patrick hoort, ben je te laat. Maar ik kon hem opvangen. Ja, gelukkig wel. Ik was gelukkig op tijd met opvangen. Want als je te laat bent, ben je te laat en dan kun je niet meer in de trein mee. Dus je moet wel scherp zijn daarop. En dan rij je zo'n eindspurt met Patrick en de rondjes gaan harder en het gaat harder. Ja, je hoort niks. T-off is leeg. Ja, T-off is helemaal leeg. En het is, met het publiek was het gewoon nog zoveel mooier geweest. Omdat gewoon dan staat iedereen op de banken te schreeuwen, te joelen. En dan, dat is gewoon een magisch gevoel, zeg maar. En dat is gewoon, dat kun je niet beschrijven. En dat is niet na te bootsen door wat dan ook. Maar ik had wel heel graag het publiek er weer bij gehad. Maar we moeten het nu helaas even zonder doen. Ben je er daarvan bewust in de laatste rondjes? Van, ik ben nu zo aan het versnellen, het is spannend en het is stil om me heen. Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Nee, op dat moment ben je daar gewoon niet mee bezig. Omdat je gewoon, je weet gewoon, het moet hard. En op dat moment, je weet dat het gewoon, dat er niemand is. En daardoor ben ik ook wel in contact, zeg maar, met mijn coach heel erg. En dan door wat ik moet doen en op welk moment ik het moet doen. En dan dat lost wel heel veel op, zeg maar. En hoe is dan die ontlading als je over de streep komt? Normaal wordt je toegejuicht, wordt geapplaudisseerd. Ja, het is nu helemaal stil. En tuurlijk, de coaches staan allemaal te joelen en te doen. En dat brengt wel heel veel, hoe noem je dat, vreugde, zeg maar. En het publiek, dat is iets wat... Ja, dat kun je echt niet nabootsen. En ik zou heel graag willen dat het heel snel weer kan.